Politieke partijen willen ingrijpen in de GGZ. Want de kwaliteit van de geestelijk gezondheidszorgmedewerkers is onder de maat. Dat vindt de PvdA. En de SP wil dat de wetgeving voor gedwongen opname van mensen met een psychische aandoening wordt verscherpt. De politiek reageert op onze uitzending van gisteren over de zorgen van de vereniging Ypsilon. Dat zijn familieleden van psychotische of schizofrene patiënten. Collega Hester Boer, jij sprak gisteren met deze vereniging. Wat is eigenlijk hun belangrijkste klacht? Hun belangrijkste klacht is dat zij vinden dat de ouders niet voldoende gehoord worden. Ouders geven signalen aan bij de geestelijke gezondheidszorg, maar daar wordt niks mee gedaan. Ik sprak met die vereniging naar aanleiding van een klacht van de ouders van Tristan van der Vlis. De jongen die in april 6 mensen doodschoot en zichzelf in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. En zij lieten weten via een brief in de Tweede Kamer dat zij vinden dat zij niet gehoord zijn of onvoldoende gehoord zijn. Dat is niet een op zichzelf staand probleem. Want ze krijgen dus dagelijks klachten. En de SP die, is hiervan geschrokken en die maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. GGZ heeft al gezegd, wij kunnen niet reageren, want wij beroepen ons op ons beroepsgeheim. Dat is een plicht. Tegelijkertijd denk ik dat we prima zouden kunnen spreken over deze zaken zonder dat we het hebben over de mensen om wie het gaat. Maar ik wil wel graag aantallen weten. Ik wil wel graag weten om hoeveel mensen we het nou hebben. Op het moment dat iemand van zo'n vereniging als Ypsilon zegt dat er tikkende tijdbommen rondlopen, ja, dan voel ik me daar wel als politicus geroepen in om daar echt iets aan te doen. Ja, dat klinkt als een serieuze waarschuwing. Tikkende tijdbommen. Ja, dat is dus een van de grote gevolgen volgens Ypsilon, dat er niet geluisterd wordt. Dat er daardoor tikkende tijdbommen rondlopen. Dat vertelden ze ook gisteren in onze uitzending. Ja, er lopen absoluut tikkende tijdbommen rond. Die tikkende tijdbommen, daar hebben die ouders vaak al, of de familieleden, aan de bel getrokken. Drama's zullen heus meer voorkomen als er niet beter geluisterd wordt naar die ouders. Ja, het lijkt een probleem dat vooral onderhuids tot nu toe leeft, dat wij nu blootleggen. Wat vinden andere politieke partijen er eigenlijk van? We hebben verschillende reacties uitstaan nog bij politieke partijen, maar ook de PvdA die wil dat er iets verandert. Wij maken ons grote zorgen over de GGZ, de kwaliteit van de medewerkers. Wij vinden dat ze sneller en eerder de straat op moeten om beter te zorgen voor verwarde mensen. En hoe beter ze opgeleid zijn, hoe beter ze ermee om kunnen gaan. Dat is goed voor een individu. Maar het is ook veilig voor de hele samenleving. Ja, dat zijn de eerste politieke reacties die wij op kunnen tekenen. Ik neem aan dat dit nog een staartje krijgt in de Tweede Kamer. Ja, zeker. Er worden Kamervragen gesteld. En we hopen ook dat er andere reacties vandaag komen die we ook kunnen laten horen.